Welkom in de Zuid-Hollandzaal namens het Montesquieu Instituut en namens Jan Schinkelshoek, met wie ik samen het boekje heb geredigeerd waar we het over gaan hebben en dat we straks gaan aanbieden. Veel dank aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden om ons hier gastvrij te huisvesten met bobbelhapjes en pinda's en water en drank. Ik begrijp dat het een beetje ongepast is om dat op dit moment te doen, want het regio waar ik ook voor werkzaam ben, daar is het gebruik om 16:30 te roepen dat de 5e klok is. En dat betekent dat je dus dit soort bijeenkomsten eigenlijk niet meer organiseert. Hoogstens om een excuus te hebben om vervolgens aan het schuimende nat te gaan. Welkom, ik vind het een buitengewoon mooie locatie met dit uitzicht, waarbij het Koninkrijk natuurlijk goed kan overzien, zowel naar de west, naar het westen, als naar het noorden. Limburg en Brabant liggen natuurlijk een beetje daar, maar die hoorden destijds toch ook niet echt bij. Dus het is wel buitengewoon toepasselijk, denk ik. Welkom. Het 11e boekje van de Montesquieu-reeks, want daar gaan we het over hebben, hebben we gemaakt naar aanleiding en na de raadsverkiezingen van begin 2018. Niet daarvoor, maar daarna pas, om ook te kijken wat is er nou gebeurd tijdens die raadsverkiezingen, wat voor ontwikkelingen zijn er geweest. Het is het 11e boekje, dus dat is wel toepasselijk. Dat hadden we eigenlijk moeten aanbieden op 11 november. Dat was nog mooier geweest, maar dat heeft in het zuiden helemaal een andere communicatie. Dus dachten we dat maar niet doen. Dus 11 oktober is al mooi genoeg als parallel. Wat hebben we in dat boekje gedaan? We hebben met een aantal auteurs, en twee daarvan staan rechts van mij, de heer Tom de Bruin en Marlon Fokker, hebben we een boekje gemaakt over, naar aanleiding van die raadsverkiezingen, over lokale partijen, over collegevorming, over burgerparticipatie, over intergemeentelijke samenwerking, over gemeentelijke herindelingen, dus voornamelijk gemeentelijke fusies. Komt u binnen, welkom, in Zuid-Holland. En via een interviewvorm een gesprek met de heer Tom de Bruin aan mijn rechterkant en met Lisbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn, over het ambt van wethouder en van burgemeester. Aan mijn linkerkant Luc Verheij, die als niet-contribuant aan het boekje veel objectiever dan wij daar iets over kunnen zeggen, want hij heeft de tekst al gezien, dus hij weet hoe mooi het allemaal is en hoe mooi het er vooral ook uitziet natuurlijk. Dus hij zal wat reflecteren. We hadden het afhankelijk gepland om eerst de auteurs het woord te laten en dan Luc Verheij om als laatste woord te kunnen hebben en de auteurs te kunnen tegenspreken. Maar door andere verplichtingen hebben we die volgorde moeten omdraaien. En is de volgorde dat Luc Verheij eerst wat zal zeggen over het boekje, wat zal reflecteren over een aantal thema's. Dan Manon Fokker en dan Tom de Bruin, die dan het laatste woord heeft. Tenzij er van uw kant prangende vragen en tegenspraak is. En als we daar tijd voor hebben en we u daarmee niet te lang van de borrel afhouden, maar dat heeft u dus zelf in de hals, moet ik maar zeggen. Dan zullen we daar ook nog wel even, wil ik daar ook wel gelegenheid voor geven. Jan Schinkelshoek en ik hebben een soort slotwoord geschreven. We hebben zelf niet bijdrage geschreven, maar als slotwoord. Wat viel ons nou op uit die bijdrage en ook een beetje zelf kijkend naar die gemeenteraadsverkiezingen? Dat is natuurlijk de opkomst, maar Gerrit Voerman noemde dat in het boekje, de terugkeer van lokale partijen. Verder ook het grote en omvangrijke groei in takenpakket van gemeentes. En daarmee natuurlijk ook de vraag naar de behapbaarheid daarvan door met name de gemeenteraden. En wethouders zijn in ieder geval in de grote gemeentes voltijdsfuncties. En zo is de burgemeester altijd ook. Maar raadslidmaatschap in een wat kleinere raad of ook zelfs in een grotere raad, dat blijven deeltijdsfuncties. Maar je wordt wel geacht de rol te spelen van het hoofd van de gemeente. Dat is niet de burgemeester, dat is misschien wel het gezicht van de gemeente. En het is niet het college van de PRW's, niet de wethouders. Maar het is de raad en dat is natuurlijk toch een lastige taak als je ziet wat het takenpakket is en wat er dan verwacht wordt van de gemeente om die rol te spelen. Die wordt natuurlijk in ieder geval gespeeld tijdens coalitieonderhandelingen, waar in belangrijke mate het beleid, het abstracte beleid van de gemeente wordt neergelegd met allerlei in toenemende mate gedetailleerdere afspraken. Dus je hebt ook maar een kort moment als raad om daar invloed op uit te oefenen en dan ligt het natuurlijk op sommige vlakken dat ook nog maar bij de meerderheid van de raad en de rest kan in de collegeonderhandeling volledig buitenspel staan, vaak. Anders ding wat ons opviel was, dat een van de auteurs noemde gemeentes in toenemende mate een functie hebben als rijkskantoor. Dat spreekt misschien velen die hier werken misschien wel aan, dat weet ik niet, maar als een soort ZBO noemde die dat.
van uitvoerende taken van het Rijk. Groei en omvang van gemeentes. Bij gemeentes met meerdere kernen het probleem van het kunnen vertegenwoordigen van die kernen in de gemeenteraad. Maar ook de daarbij behorende regionalisering, dat we dan denken dat we het probleem oplossen door gemeentes te laten fuseren, te laten groeien. Een magisch getal misschien wel van 100.000, maar gemeentes als de gemeente Roosendaal nog ver is, wat zoveel ervarende mensen hebben, heeft zelfs Gelderland denk ik niet, om die gemeente tot 100.000 te laten groeien. Maar ook nog boven de gemeentes te regionaliseren. Tom de Bruin noemde dat verband met openbaar vervoer in deze regio. Dat is niet een lokale Haagse aangelegenheid, maar is iets voor dit deel van Zuid-Holland. En verwant daaraan, en daarover hebben Cohen en Westerweel onder andere geschreven, de rol van de gemeente als lokale overheid, het dichtst bij de burger, met het minst grote gat tussen burger en de overheid, de lokale overheid, maar het is ook de taak om die burger te representeren en daar allerlei vormen voor te zoeken via burgerparticipatie, wat natuurlijk weer deels weer haak staat op de representatieve functie van de raad. En aangezien we in het land niet zo happig zijn op, dat mag ik toch wel in dit gebouw zeggen, want deze minister was daar ook niet zo happig op, we zijn niet zo happig op al te directe vormen van democratie, ook al zijn die maar consultatief, er zit er toch ook wel een spanning in op lokaal niveau, en dat beschrijven zij ook, tussen de vormen van burgerparticipatie en de taakuitoefening van de raad. Nou, dat zijn ook een beetje de thema's waar we van tevoren een beetje hebben besproken, dat we daar met z'n drieën, met z'n vieren op in zullen gaan, met de drie sprekers met name. Dus als eerste wil ik daarbij het woord geven aan Luc Verheij om wat te reflecteren op deze thema's en andere dingen die hem opvielen na aanleiding van de verkiezingen, het takenpakket van de gemeente en dit boekje. Oké, dankjewel Oud-Willem. Om te beginnen wil ik de samenstellers van de bundel Jan en Oud-Willem in het bijzonder van harte feliciteren met deze bundel. Ik vind het een heel mooi resultaat. Er worden door hele mooie acteurs allerlei actuele en belangrijke kwesties belicht. Ik denk dat bij wijze van tussenstand na de gemeenteraadsverkiezingen van maart van dit jaar ook een heel goed moment is om daarbij stil te staan. Het is belangrijk dat hiervoor aandacht is, omdat gemeenten, zo blijkt ook duidelijk uit dit boekje, vandaag de dag geconfronteerd worden met heel veel serieuze en grote vraagstukken. En in mijn eigen vakgebied, het staatsrecht, is daar de afgelopen jaren misschien wel wat te weinig aandacht voor geweest. Ook overigens wordt er vaak naar de centrale overheid en naar de Haagse politiek gekeken en is er misschien wat te weinig oog voor de harde gemeentelijke werkelijkheid van alle dag. En ik denk dat het goed is om daar aandacht voor te hebben, omdat op gemeentelijk niveau toch het contact met de burger het dichtstbij is. Op gemeentelijk niveau weet men ook het beste, denk ik, wat er onder burgers leeft. En vandaag de dag is het nu, zeker na de decentralisatie van 2015, zo dat gemeentes voor burgers nog meer dan eerst het geval was, vitale voorzieningen voor burgers moeten we zien te waarborgen. En dat blijkt in de weerbarstige praktijk, 3 jaar later nu, met de beperkte financiële en personele middelen, verder van eenvoudig. Alle reden dus, denk ik, om de ontwikkelingen vanuit de wetenschap en de praktijk op de voet te volgen. En ik vind het een buitengewoon aantrekkelijke van deze bundel, dat er verschillende werelden bij elkaar worden gebracht. Vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke disciplines, politicologie, bestuurskunde, staatsrecht en bestuurders met veel en recente ervaring in de gemeentelijke praktijk hebben meegedaan. En ik denk dat daar ook de kracht zit van het Montesquieu-instituut, onder wiens vlag deze bundel in een inmiddels lange reeks, zoals dat helemaal noemde, is uitgebracht. De bundel leest lekker weg, kan ik u zeggen. Gemakkelijk toegankelijke en kleurrijke catalogus van hedendaagse gemeenterecht en gemeentepolitiek. Bijna alle relevante vraagstukken komen aan bod. Maar toch blijft de lezer soms, zoals de Vlamingen zeggen, een beetje op zijn honger zitten. Anders gezegd, de bijdragen smaken naar meer.
ze laten wat mij betreft zien dat er behoefte is aan verdere verdieping en systematische ordening. Want er komen wel heel veel vraagstukken op de gemeente af. En hoe kun je dat nou in de onderlinge samenhang goed met elkaar proberen te organiseren? En wat ik wil doen is, enigszins willekeurig en heel kort, drie punten uitlichten waarover naar mijn smaak nadere gedachtenvorming zou moeten plaatsvinden. Het eerste punt is wat mij betreft de verhouding tussen het Rijk en de gemeente. Willem noemde het al even. Volgens Hans Engels in zijn bijdrage aan deze bundel moet worden voorkomen dat na de decentralisatie van 2015 gemeenten zich verder ontwikkelden tot veredelde rijkskantoren. Inderdaad laten recente ontwikkelingen zien dat dat risico er is. Met een beroep op de zogeheten stelselverantwoordelijkheid komt de Rijksoverheid regelmatig met wetswijzigingen die gemeenten rechtstreeks raken. We krijgen er heel wat van langs bij de Raad van State waar ik op werkzaam ben. Stelselverantwoordelijkheid is een veel misbruikt begrip. Het wordt gebruikt als alibi om eenzijdig en in strijd met het uitgangspunt van decentralisatie in te grijpen in de uitoefening van gemeentelijke taken. Daarmee wordt denk ik miskend dat ieder van de betrokken overheden, Rijk en gemeente, vanuit de eigen rol medeverantwoordelijkheid draagt voor het stelsel als geheel. Niet de baas spelen door eenzijdig ingrijpen, maar elkaar over en weer aanspreken op de eigen rol in het stelsel. Dat is denk ik zoals het zou moeten gaan. En of dat lukt, staat of valt met onderling vertrouwen, rolvastheid en het vermogen de gemaakte afspraken tijdig en in onderling overleg na te komen. In de praktijk laat denk ik zien dat dat niet eenvoudig is. En misschien zijn de verantwoordelijkheden op een aantal punten nog niet duidelijk genoeg of in hun praktische consequenties op een aantal punten nog niet voldoende doordacht. En ik denk dat verdere doordenking van de verhouding tussen Rijk en gemeentes en een daarop aansluitende rolverheldering daarop nodig lijkt. En daarbij dient ook de rol van de Rijksinspecties te worden betrokken, omdat die natuurlijk ook een rol hebben in dit stelsel. En dat wordt in het boekje nog een beetje onderbelicht. Een tweede punt wat ik graag kort wilde aanstippen is de bestuurlijke organisatie. Zoals op meerdere plaatsen in de bundel wordt aangestipt, is sprake van een sterke drang tot grensoverschrijdende samenwerking en regionalisering. De beperkte capaciteit van veel gemeentes en de schaal van maatschappelijke vraagstukken zijn de drijvende krachten achter die ontwikkeling. En dat is heel begrijpelijk. Daarbij lijkt echter de gedachte te overheersen dat de effectieve aanpak van maatschappelijke vraagstukken niet ondergeschikt mag worden gemaakt aan de structuur en de inrichting van het openbaar bestuur. Het gevolg van die pragmatische houding is echter wel dat er een bestuurlijke lappendeken is ontstaan. Nederlandse gemeenten, blijkt ook uit het boekje, nemen aan steeds meer verschillende regionale samenwerkingsverbanden deel met een vaak wisselende samenstelling. Bogers wijst er in zijn bijdrage terecht op dat gemeenteraden en gemeenteraadsleden binnen de huidige wettelijke kaders meer kunnen doen om grip te krijgen op regionale besluitvormingsprocessen. Maar toch is de vraag of dat op termijn wel voldoende is. Daarbij wordt naar mijn smaak vaak onderschat dat voor de slagkracht en de democratische legitimatie van het openbaar bestuur een ordentelijke bestuurlijke organisatie essentieel is. En die ordentelijkheid is steeds verder te zoeken. Daarom is een nadere bezinning op de bestuurlijke en juridische positie van de regio's onvermijdelijk. Maar er zijn daarbij natuurlijk veel hobbels te nemen. Bij velen bestaat de vrees voor een van bovenaf opgelegde zogeheten blauwdruk voor een bestuurlijke organisatie. De term is van de Raad voor Openbaar Bestuur. Duidelijk is ook dat de belangen niet parallel lopen. Gemakkelijk zal de discussie dus niet zijn, maar niets doen lijkt mij niet langer meer verantwoord. Een laatste punt wat ik
wil aanstippen en wat met het vorige samenhangt, dat zijn de nieuwe vormen van burgerparticipatie. Dat is een belangrijk onderwerp wat op tal van plaatsen aan bod komt. Joost Westerweel, hier aanwezig, en Joop Cohen brengen in de bundel de bestaande initiatieven in kaart. Maar ik denk dat de fundamentele vragen een klein beetje onderbelicht blijven. Lisbeth Spies wijst in het met haar gehouden interview terecht op het risico van wat in de literatuur de participatieparadox wordt genoemd. Het zijn steeds dezelfde groepen of individuen die zich melden om in de besluitvorming te worden betrokken. Vaak hoogopgeleid, met veel tijd. Aanwezigen is daarbij relatief groot. Degene die niet of veel minder makkelijk hun weg weten te vinden naar dit soort participatievormen, zijn aanmerkelijk in het nadeel. Een nieuwe tweedeling in de samenleving, zo noemt Lisbeth Spies het expliciet, dreigt. De beperkingen van nieuwe participatievormen laten zich sterker gelden naarmate meer gewicht wordt toegekend aan de uitkomsten daarvan. Dan ontstaan ook botsingen met bestaande besluitvormingsprocedures. Omdat de gemeenteraad geacht wordt alle burgers te vertegenwoordigen, de belangen integraal af te wegen en ook compromissen te sluiten, kunnen er spanningen ontstaan als een raadsmeerderheid afwijkt van hetgeen via burgerpanels of G1000's of door individuen of groepen uit de samenleving wordt aangedragen. Daarmee ontstaan al snel teleurstellingen. Ook is de vraag of we burgers niet overvragen. Is het een reële verwachting dat burgers gebruik gaan maken van het right to challenge? Publieke taken van de gemeente overnemen op hetzelfde niveau als wij van de overheid zouden mogen verwachten. We moeten hier dus, denk ik, op onze tellen passen. Onbedoeld kan onze representatieve democratie gemakkelijk worden ondermijnd. Ook hier is daarom verdieping van de discussie en zorgvuldige weging van nieuwe participatievormen noodzakelijk. Ik denk dat het tijd is om af te ronden, voorzitter. De mooie bundel die vandaag wordt aangeboden inspireert tot principiële bespiegelingen over democratie, bestuurlijke organisatie en machtsverhoudingen tussen overheden. Om ons bestel slagvaardig en democratisch te houden is het van belang om op al deze onderwerpen een zekere conceptuele verdieping en ordening aan te brengen. Maar dat is natuurlijk niet alles. Nog belangrijker is misschien wel de vraag in hoeverre de overheid erin slaagt in de dagelijkse omgang met burgers fatsoenlijk en responsief te handelen. Dan hebben we het vooral over burgers die in deze snel veranderende tijd niet goed mee kunnen komen. De rapportages van de Nationale Ombudsman laten zien dat ook op gemeentelijk niveau hier nog veel ruimte is voor verbetering. Kortom, er is de komende jaren voor ons allemaal nog veel werk aan. Dank u. Dat is ook altijd het voordeel van juristen. Dankjewel Luc voor je mooie verhaal. Dat juristen ook in staat zijn om de eigen werkgelegenheid altijd uit te breiden. Dus dan maken we een nieuwe wet, een AWB of een omgevingswet, en dat is allemaal anders. En dan zijn we gewoon met onze studenten natuurlijk, en doen we ook onze studenten aan de baan te helpen. En de maatschappij te verbeteren, uiteraard. Ja. Manon, houdt u dan in het boekje over de uitdagingen van de gemeenteraad, werkzaam in de praktijk van de gemeenteraad, ook vanuit het Haagse gezien. Wat je had portefeuille Binnenlandse Zaken naar het begin en gezien hoe dat toegaat. Aan jou het woord. Dankjewel. Dat is heel bijzonder. Ik was eigenlijk voordat ik lid was van de Tweede Kamer in 2012, was ik ook raadslid in Maastricht. En ik ben nu weer gemeenteraadslid in Maastricht. En het is dus eigenlijk ook wel heel goed om te zien wat je eigenlijk in Den Haag vanuit Binnenlandse Zaken doet. Hoe dat dan vervolgens ook weer uitwerkt in een gemeente. Want daar gaat het toch uiteindelijk om, hè? Want we maken hier allemaal wetten en regels. Maar hoe die wetten en regels uiteindelijk uitwerken in de praktijk, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. En ik denk dat we dan inderdaad wel moeten vaststellen dat er in het lokaal bestuur toch wel een aantal problemen zijn op dit moment. Nou, ik heb de omgevingswet genomen als voorbeeld. Je had natuurlijk ook kunnen kijken naar het sociaal domein, maar de omgevingswet wordt eigenlijk niet voor niks
de vierde decentralisatie genoemd. Het is eigenlijk bedoeld om het voor de burger veel aantrekkelijker te maken. Heb je allemaal verschillende wetten en regels over ruimtelijke ordening, over natuur, milieu. En waarom zou je al die wetten en regels niet samenvoegen en daar één wet van maken? En waarom zou je inderdaad niet meer gaan denken vanuit het plan? Hoe realiseren we dat plan in plaats van hoe werken af en toe regels ontzettend tegen elkaar? Dus dat is heel goed. En ik denk ook dat er goed is nagedacht dat, zoals het er nu op lijkt, dat die omgevingswet wordt ingevoerd op een moment dat een gemeenteraad al wat langer zit. De gemeenteraad is nu net recent opnieuw gekozen. Want ik denk dat een uiteindelijk toch wel minder slimme zet vanuit Den Haag is geweest om het sociaal domein in gemeenteland vrij snel na de gemeenteraadsverkiezingen in te voeren. En ik denk dat we daar af en toe, vanuit Den Haag, dat men er te weinig bij stilstaat dat dat soort dingen gebeuren. Dat je dan nieuwe raadsleden krijgt die met hele ingewikkelde wetgeving aan de slag moeten. En ik denk dat het heel goed is dat voor de omgevingswet de tijd wordt genomen. Ik denk dat het ook heel goed is dat de omgevingswet, bij de kabinetsformatie, misschien was het toeval, een soort toevaluitwisseling, misschien was het op opzet. Maar ik ben blij dat dat dossier nu uiteindelijk bij Binnenlandse Zaken terecht is gekomen. Want als je die wet uit gaat voeren zoals het bedoeld is, wordt het ook echt een vraagstuk van lokaal bestuur. Want gaat het over burgerparticipatie? Gaat het over inspraak? Gaat het ook over hoe we daar met z'n allen mee omgaan? En zoals Luc Verheij net al zei, een van de auteurs, Liesbeth Spies, zei ook van hoe kun je nou van mensen verwachten, als je die wet heel theoretisch neemt, dan zou eigenlijk een burger, als hij iets wil in zijn buurt, moet hij eigenlijk met alle mensen in de buurt ook spreken en moet hij eigenlijk met een hapklaar plan, die dan naar de gemeente komen en zeggen, dit is het plan. In alle redelijkheid is de vraag of je dat van heel veel mensen kunt vragen. Want het klopt, ik zie dat in de gemeente Maastricht ook, de hoger opgeleiden met veel tijd weten weg wel te vinden. Maar wat nou voor al die andere mensen, vaak in wijken met heel veel problemen. Die weten die weg niet te vinden, die hebben die expertise niet. Dus wij moeten bij die omgevingswet wel heel goed nadenken dat we die wet uiteindelijk met z'n allen voor iedereen maken. Dus het theoretische model zal zeker nog een praktische aanpassing nodig hebben. Want zo op deze manier gaat het niet werken. Wat dan niet moet gebeuren, is dat als we bezig zijn met die omgevingswet, Den Haag heeft toch wel heel vaak de neiging om uiteindelijk toch weer die blauwdruk te verzinnen. Toch te zeggen, zo moet het. Ik denk echt dat de ene gemeente de andere gemeente niet is. Kijk je bijvoorbeeld naar Friesland. In Friesland zie je dat, waar eigenlijk, Friesland is eigenlijk qua herindeling een soort herindelingsprovincie nummer 1. Daar gaat het eigenlijk heel makkelijk. Zou je misschien gelet op de achtergrond van de Friese helemaal niet denken, maar daar wordt best veel geherindeeld. Bij ons in Limburg ligt dat een beetje moeilijk, zullen we maar zeggen, qua herindeling. Die gaan ook wel eens niet door, denk je, ze zijn er bijna en dan zijn ze er toch weer niet. Maar ook al die vraagstukken, daar moet je over nadenken, niet van bovenaf verzinnen hoe het dan moet, want dat gaat niet werken. En daarom ben ik persoonlijk ook nooit voorstander geweest van herindelingen van bovenaf, gemeentelijke herindelingen. Maar Den Haag moet wel heel goed nadenken over die omgevingswet, en als je dan ook kijkt naar alles wat in het sociaal domein al is gebeurd, hoe je nou dat lokale bestuur hierin faciliteert. Want anders gaat dit denk ik niet werken. En ik denk als je tegenwoordig ook, de gemeenteraad is de hoogste macht, maar je kunt jezelf serieus de vraag stellen, gelet op alles wat op die gemeente afkomt, of die gemeenteraad nog wel in staat is om die hoogste macht in die gemeente te zijn. En ik maak me daar echt oprecht zorgen voor, en ik ga vandaag niet voor eigen parochie prediken omdat ik toevallig hier raadslid ben. Nee, ik doe dat ook omdat ik ook ben afgestudeerd in het staats- en bestuurssector, ook van het staats- en bestuurssector hou. Je kunt je dat echt afvragen als je naar de decentralisaties kijkt, als je nu ook kijkt naar de omgevingswet. Dan moet je je echt afvragen of gemeenteraadsleden zo hun taken kunnen blijven uitoefenen of dat we echt te veel van mensen vragen. Ik zie in Maastricht dat de mensen die eigenlijk geen baan meer hebben, dat wel lukt, maar op het moment dat je naast het raadslidmaatschap ook nog een baan hebt, dat het heel ingewikkeld is. En dat is toch eigenlijk raar, want we wilden toch juist ook dat raadslidmaatschap, dat ook de juiste mensen waren die ook goed met hun stevig met hun poten in de samenleving stonden. En dat is wel de uitdaging, denk ik,
ook voor het ministerie om te zorgen dat goed komt. Want dat gaat niet vanzelf. Hè. Daar zegt een van de auteurs ook wat over. Als je ook kijkt naar de enorme versnippering van het lokaal bestuur. Ooit in 2006 was ik fractievoorzitter van een fractie van 13. Sinds maart ben ik fractievoorzitter van een fractie van 3. Dat is gedeeltelijk met de PvdA te maken, maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar het zegt wel alles. In Maastricht hebben wij 39 raadsleden. De grootste fractie in Maastricht op dit moment heeft 5 zetels. Wij hebben 13 fracties. Dus ook het systeem. En Maastricht is niet uniek, hè? Dat zegt een van de auteurs in het boekje ook. Deze versnippering vindt overal in Nederland plaats. En dus dat is ook een onderwerp waar als je de totale optelsom maakt, waar je denkt, waar je van af moet vragen, worden het ook geen uitvoeringsloketten, omdat ze doodeenvoudig, hè, raadsleden, en denk ik ook voor wethouders geldt hetzelfde, omdat ze wellicht af en toe gewoon overvraagd worden. Dus laat het niet altijd in die zin een eenrichtingsverkeer, hè, vanuit Den Haag zijn, maar ik denk dat het meer een tweerichtingsverkeer moet worden. Gewoon, jongens, jullie willen dat wel, maar kan de gemeente dat ook in alle redelijkheid leveren? Dus waar het, denk ik, een vorige periode in Den Haag ook heel vaak ging over democratische vernieuwing, waar ook haken en ogen aan zitten, aan het Right to Challenge, aan burgerparticipatie, los van het feit dat het wel heel erg goed is, hè, en niet een strijd hoeft te zijn met de representatieve democratie. Het is heel goed dat burgers ook zelf plannen hebben, en je hebt ook hele mooie voorbeelden in Nederland waar burgers echt zelf coöperaties oprichten. Dus daar moeten we zeker niet, hè, daar moeten we zeker mee doorgaan. Dat is hartstikke belangrijk, burgerparticipatie. Maar we moeten ook heel eerlijk zijn dat dat gewoon niet overal lukt. Dus we zullen samen met z'n allen, waar het gaat over die burgerparticipatie, waar het gaat over die gemeentelijke overheid, we zullen daar goed naar moeten kijken. We zullen ook goed moeten kijken naar die gemeenschappelijke regelingen. Want het is inderdaad, ja, dat is een lappendekentje. En raadsleden, je kunt 100 keer tegen een raadslid zeggen, je gaat daar wel over, maar raadsleden vinden gewoon dat ze er niet over gaan. Dat is heel vervelend. Dat komt ook heel vaak omdat de wethouder, dan zeg ik dan toch tegen de oud-wethouder, omdat wethouders ook heel vaak een natuurlijke neiging hebben om tegen de raad te zeggen, u moet weer over iets beslissen in de gemeenschappelijke regeling. Maar ja, alle gemeentes hebben eigenlijk al min of meer ingestemd. En ik moet het eigenlijk wel, morgen moet ik het eigenlijk wel weten. Dus eigenlijk, beste gemeenteraad, wilt u nu even ja of ja zeggen? Dan moet je als gemeenteraad, en zeker nu als een gemeenteraad is natuurlijk nu net begonnen, dan moet je wel op goede huizen komen om te zeggen ja, bekijk het je even. Als ik mijn taak als raadslid serieus neem, dan had je ook wel even iets eerder bij mij op de lijn kunnen komen, dan had je ook wel even iets beter kunnen overleggen. Dus ik zeg, die regionale samenwerkingsverbanden, die zijn ten dele ontstaan omdat gemeenten zelf ook echt wel efficiënter wilden gaan werken. Hè. Dus die zijn niet alleen maar vanuit Den Haag opgelegd, laat ik het zo maar zeggen. Maar dan moeten we wel over nadenken hoe die regionale samenwerkingsverbanden, hoe raadsleden daar ook beter in positie kunnen komen. En ik denk dat daar ook wel een taak ligt voor Den Haag om daar aandacht aan te besteden. Je hebt natuurlijk hele mooie modellen. In Nederland heb je het Drechtstedenmodel, hè. Daar hebben ze ook een samenwerkingsverband. Maar daar hebben ze echt een Drechtraad, daar zitten echt raadsleden. Die doen echt mee in een regionale samenwerking. Ik zag recent dat ook in de Oude IJsselstreek in Gelderland, zijn ze ook bezig met zo'n ontwikkeling. En dat kan, en dat is dus goed. Maar dan moet je daar eigenlijk wel bij optellen waar ik net al over begon. Dat als je al ziet dat raadsleden nu al helemaal tot over hun oren in het werk zitten, als je ze dan ook nog laat participeren in allerlei gemeenschappelijke regelingen, dan moet je je helemaal afvragen of die gemeenteraadsleden die taak en functie, ja, waar ze eigenlijk voor zijn, of zij die in alle redelijkheid nog kunnen uitoefenen. Ja, hou ik hier nu vandaag een heel negatief verhaal over de lokale politiek? Want de lokale politiek is hartstikke leuk. En daar gaat de bundel ook over. Hè. Je kunt heel veel. Ja, ik vind het nog altijd hartstikke leuk. Ik vind het weer heerlijk om in een buurt problemen voor mensen op te lossen. Dus lokale politiek is heel erg leuk. Het staat heel dicht bij de mensen. Je kunt ook direct dingen voor mensen betekenen. Ik denk dat het daarom ook heel goed was om die decentralisatie, hè, van die zorgtaken, om te zeggen,
Leg dat bij de gemeente, hè? Leg dat eigenlijk bij die overheid die veel dichter bij die burger staat. Maar dat vergt ook dat je vervolgens met z'n allen wel na durft te denken, het ergens neerleggen is A. En de theorie is A, maar hoe werkt het dan in praktijk uit? En in die zin ja, wil ik eigenlijk vandaag wel even een noodkreet deze zaal ingooien. Van, we hebben dat nu allemaal gedaan en de omgevingswet komt er ook aan. Laten we nu in plaats van over right to challenge, over burgerparticipatie, ook eens echt nadenken over die positie van die gemeenteraad, hè, over wethouders. We hebben in 2002 ooit het dualisme ook ingevoerd. Ja, wat is nou eigenlijk de stand van het lokaal bestuur anno 2018? En ik denk in die zin dat dat lokaal bestuur, om echt toekomstbestendig te zijn en ook echt de taak uit te voeren waar het lokaal bestuur voor is opgericht, dat er toch onderhoud nodig is. En ik denk dat het in die zin wel ook aan Den Haag is om dat mede op te agenda te zetten. Dat was het bedankt. Dankjewel. Even, omdat we lekker voorlopen op de tijd, dank daarvoor. Manon heeft Tom straks ook veel meer tijd om zijn hart te luchten en alles mee te spreken is gezegd. Even een vraagje, dat viel me op naar even van Luc en van jou, over de blauwdruk, zal ik maar zeggen. Hoor ik daar nou in dat het misschien handig zou zijn om te gaan differentiëren tussen gemeenten en ook bevoegdheden van gemeenten en taken die ze wel of niet uitvoeren en bij de een wel neer te leggen en bij de ander niet? Of doe je met daarmee iets anders met de, je houdt over de differentiatie erin, doe je dat op een andere manier, differentiatie, op inhoudelijk beleid of ook op bevoegdheden en wat men geacht wordt om te doen? En ik denk natuurlijk ook als jurist, bevoegdheden, dat wordt altijd een hele ingewikkelde, maar ik denk dat wel te vaak wordt gedacht, hè, de ene gemeente is uiteindelijk toch de andere gemeente, dus dan doen we het maar op die manier. Terwijl, ja, sommige gemeentes, ik denk dat je een groot verschil moet maken tussen onze echte grote steden en andere gemeentes, daar speelt een hele andere problematiek. En daar moeten we niet voor weg durven te lopen. Want ik denk dat als we daar nog langer voor weg willen lopen, dat we dan achter een hele hoop problemen aanlopen. Hè. En het speelt vooral ja, dat er wordt gedacht, kijk, ik snap best dat vanuit de regionale samenwerking, toen ooit dat sociaal domein, had je ook over na kunnen denken, hè, we breken al die samenwerkingsverbanden open en het moeten lappendekentjes, hè, het moet allemaal eenheidsworstjes zijn. Maar juist bij die samenwerking, bij die gemeenschappelijke regelingen, zie je ook dat gemeenten zelf heel vaak hebben nagedacht van welke gemeente past nu het beste bij mij. Dus dat is ook wel heel erg belangrijk, dat je niet vanuit Den Haag gaat zeggen wat soms bij regio's ook wel gebeurt. Hè. Dan zegt Den Haag, en meestal is het dan niet als Binnenlandse Zaken erover gaat, maar een ander ministerie zegt dan van ja, voor die en die poot moet die regio samenwerken. Maar misschien is het helemaal niet de meest logische regio. Dus ik denk dan, ja, vraag nou eens zelf aan die regio, gelet op die problematiek, wat is nou een logische samenwerking? Ja, los van die paar gemeenten die altijd rollenbond over staat, die niet samen willen werken, daar moet je het anders mee doen. Maar ik denk dat we daar beter over na moeten. Hij is aan. Ja, dit is natuurlijk een heel heikel onderwerp waar je heel makkelijk je vingers aan kunt branden. Ik denk dat het klopt wat Manon zegt, dat je misschien dus zou moeten proberen van onderop, vanuit de gemeente zelf, daar de vraag neer te leggen, wat zijn nou de meest logische samenwerkingsverbanden, wat is nou een logische regio om bij aan te sluiten. En misschien is het mogelijk om vanuit die bottom-up benadering te komen tot afspraken over vaste samenwerkingsverbanden in een bepaalde regio, dat je daar toch een zekere stroomlijning zou kunnen krijgen. Ik denk dat dat misschien een vruchtbare methode is dan vanuit de Rijksoverheid te zeggen hoe het moet. Dat is al een aantal keren geprobeerd en dat is eigenlijk steeds mislukt. Maar goed, ik heb te weinig ervaring op lokaal niveau om daar nou een heel gezaghebbend oordeel over te vellen. Of dat een haalbare methode is. Maar ja, ik denk dus dat zoals het nu gaat, je toch allerlei problemen hebt die ik heb geprobeerd te schetsen. Misschien dat Tom daar ook nog wel iets over zou kunnen zeggen. Wat zijn de ervaringen hier in deze regio? Maar goed, daar wou ik het even bij laten.
Dankjewel. Maar noemde ook nog waarom in Friesland gemeentelijke herindelingen zoveel makkelijker gaan dan in Limburg. Hè? Ik denk dat, kijk, ik ben Fries en ik heb in Limburg gewoond. Dus ik kan het ook bijna doen. Volgens mij heeft het met het heuvellandschap te maken. Dat je daar dalen hebt en die dalen zijn meer van elkaar gescheiden dan in Friesland. Friesland is denk ik meer een eenheid dan Limburg. Limburg zegt al dat het Limburg is. Maar Gronsveld, 5 kilometer van Maastricht, is heel anders dan Maastricht. En Heerlen, 25 kilometer van Maastricht, is weer anders. En Kerkrade, die kun je helemaal niet verstaan als een dialect. En al die vlekjes, die zijn anders, die beschouwen zichzelf wel anders. Toen het moeder- en kindcentrum heette tegenwoordig in ziekenhuizen verhuisde van Sittard naar Heerlen, kwam de politieke opstand. Want wie wil nou als Sittardenaar dat je kind geboren wordt in Heerlen? Kan ik me iets meer voorstellen? Ik zou mijn kinderen ook niet geboren laten worden in Heerlen, maar toen was ik op de auto. Maar goed, dat is mijn simpele sociologische verklaring. Top. De enige met de voeten, nou ja, Manon, als raadslid en jij als voeten in de klei, maar het is geen klei. Veen en zand, geloof ik. Veen en zand. In Den Haag. In de veen en het zand in het Haagse. We hebben een mooi interview met je gehouden, althans jij hebt een mooi interview aan ons gegeven. Nou ja, jouw het woord om daar nog een toelichting op te geven, de antwoorden op de vragen van Manon en Dieter. Dankjewel, ja, er is al heel veel gezegd. Meestal ben ik het wel mee eens. Luc heeft gesproken over de relatie Rijk-gemeente, daar is heel veel over te zeggen. Die is echt heel ingewikkeld in de praktijk en ook moeilijk en soms ook heel erg moeizaam. Ik kan er heel lang over praten, ga ik nu niet doen, maar ik vind wel, dat moet ik even kwijt, dat het vanuit het Rijk, vanuit de regering, er wel meer begrip kan zijn voor de problemen waar grote steden en misschien ook kleinere steden mee te kampen hebben. Dat wordt toch altijd benaderd uit een relatief theoretisch bestel en allemaal één pot nat en heel weinig daadwerkelijk begrip wat speelt er nou in die steden en met wat voor grote problemen wordt men daarmee geconfronteerd. Ik geef één voorbeeld daarover, de beroemde discussie Bed, Bad, Brood. Die wordt vanuit de regering op een relatief hoog abstractieniveau door de politiek bepaald. Maar in steden word je gewoon geconfronteerd met mensen die op straat zitten. En dan kun je niet zeggen van, ja, nee, maar daar hebben we even niks mee te maken. Nee, die zijn er en daar moet je dus iets mee doen als bestuurder, als raadslid. En daar zou ik echt vanuit het Rijk, en dit is maar één voorbeeld, ik kan nog talloze noemen, waar echt veel meer begrip kan zijn vanuit het Rijk voor werkelijk wat er speelt in die grote steden. Want dat zijn soms echt hele reële grote problemen. Nou even iets over tweede hoofdstukje van Luc, over de regionale samenwerking. Ik heb daar eigenlijk wel vrij stevige opvattingen over. Ik vind daar echt een heel groot democratisch probleem. Want ik spreek nu uit ervaringen. We hebben in deze regio, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, 23 gemeentes waarbij de metropoolregio Rotterdam-Den Haag bevoegd is op het gebied van openbaar vervoer. Wie zei dat? En het is dus niet de provincie, dat zijn niet de afzonderlijke gemeenten. Nee, dat is dit ongrijpbare orgaan. Daarbij staat voorop eigenlijk maar één ding, efficiëntie. Daar is een organisatie gecreëerd, een bureaucratisch lichaam. Allemaal hele knappe mensen. Die gaan aan de slag en dan is het al als wethouder, omdat je ook nog je normale taken hebt als wethouder, is het al heel moeilijk om te kijken van wat gebeurt daar nou eigenlijk in die club. Er zijn geen verkiezingen geweest over de vraag of we hier een weg moeten aanleggen, of daar een tramlijn, nee, er is nooit een debat over geweest. Het is gewoon een club die aan de slag gaat op basis van
allemaal hele mooie, ingewikkelde rapporten door hoogleraren en weet ik allemaal niet wat. En die gaan bepalen wat daar gebeurt. Maar dat zijn vaak beslissingen met hele grote gevolgen voor, ja, voor mensen. En dan is het als, zelfs als wethouder van een grote stad, want in deze organisatie is Rotterdam en Den Haag zijn de twee grootmachten, zou je kunnen zeggen, is het al heel moeilijk om te weten van welke kant gaat het nou eigenlijk uit. Nou, om dan nog een keer de stap te maken, jij helpt er al over, naar de Raad. De Raad kan hier gewoon niets mee. Die hebben absoluut niet de capaciteit, niet de tijd om te volgen wat daar allemaal gebeurt, kunnen dat niet controleren. En dat probleem is er sowieso al. En dat neemt nog toe door die inderdaad enorme grote versplintering die we ook in Den Haag hebben. Na de laatste verkiezingen in Den Haag 15 fracties. Het is onmogelijk voor dat soort kleine fracties om ook maar enig benul te hebben wat daar op dat terrein plaatsvindt. Dus ja, het is misschien wel efficiënt, maar democratisch is het zeker niet. Dus persoonlijk, en ik weet dat dit heel gevoelig ligt, met name in de grotere steden, want die zijn die hebben een grote aversie tegen de provincie. En dat snap ik ook wel, omdat de provincie altijd probeert, ik zeg dat ook in het interview, probeert iedereen tevreden te houden. Heel negatief kun je zeggen, als er daar een rotonde komt in Leiden, dan moet er ook een rotonde in Hoek van Holland komen, bij wijze van spreken. En die grote steden, die willen dat natuurlijk, die willen de boel in eigen hand houden. Maar democratisch is het niet. En ik zou dus echt willen dat daar meer over nagedacht wordt. Desnoods die rol teruggeven aan de provincie, hoe vervelend dat ook voor die steden is. Maar dan heb je in ieder geval een echt democratisch ingebed systeem. Ik weet dat je hier een hele hoop mensen geen plezier mee doet dat ik dit zeg, maar ik zeg het toch, want ik vind dit echt een heel groot probleem. Dan nog iets over je laatste hoofdstukje, Luc, over burgerparticipatie. Ik ben het zeer eens met wat je daar zegt. Ik heb daar 4 jaar lang heel veel ervaring mee opgedaan. En het is in de praktijk een buitengewoon complex vraagstuk. Aan de ene kant, als je burgers niet bij een besluit betrekt, dan krijg je als wethouder in de raad meteen voor de voeten geworpen, wethouder, u heeft niet naar de burgers geluisterd. Nou, dan kun je het verder wel vergeten, want dan sta je met 10-0 achter en dan kun je dat besluit, dat komt er niet. Dus, wijs geworden als wethouder, ga je dan met de burger, ga je praten. Maar ja, met wie ga je praten? En dan merk je inderdaad, ik heb dat zelf heel veel gedaan via zogenaamde klankbordgroepen, voor grote, wat grotere infrastructurele projecten in de stad, om dat echt met belanghebbenden te doen. Maar het is waar wat Luc zegt, zijn altijd dezelfde mensen die op de tafel zitten. En dan vraag je wel eens af, ja, wie vertegenwoordigen zij nou eigenlijk? En de uitkomst van zo'n proces is ofwel dat men het relatief met elkaar eens is. Daar zijn hier voorbeelden van, de hele herinrichting van de Magiel Vrijhemoeklaan, Sportlaan en dergelijke. Fantastisch gegaan, iedereen akkoord. Maar vervolgens kom je dan met dat resultaat in de raad en dan zegt de raad, mogen wij nog wat zeggen alsjeblieft? Dit heb ik nu al met al deze belanghebbenden gedaan. Dus dan zeggen die raadsleden, ja maar wij zijn de baas. Nou sorry, kan echt niks meer aan veranderd worden. We hebben alles tot de laatste stoeptegel, de laatste tramhalte, alles is geregeld. Jullie kunnen echt helemaal niks meer. Dus dat leidt dan weer tot frustratie. Bij raadsleden. Maar heel vaak lukt het ook niet. En dan krijg je dus ofwel een resultaat waar
uit zo'n klankbordgroep een meerderheid komt. En de minderheid, die blijft zich dan verzetten. En dat maakt het dan heel erg kwetsbaar, want je hebt dan een heel lang traject doorlopen. Hè. Want zo'n participatie, dat duurt vaak maanden. Hè. Dat doe je niet zomaar even op een achternamiddag. En als dan een deel zich toch blijft verzetten en daar weer support voor vindt bij politieke partijen, ja, dan raak je als bestuurder raak je echt in een moeras. En dat is echt buitengewoon ingewikkeld. Dus ik vind het zeer herkenbaar wat Luc daar zegt. En daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Daar laat ik het even bij. Dank u wel. Even nog kort een vraagje over. Als nou het probleem is, zoals geschetst door u beiden, over de versnippering in raden. Kleine fracties, zodat je niet echt taken kan verdelen in de fractie. Tenzij dat met andere fracties samen doen, maar dat is toch ingewikkeld. Dan kun je natuurlijk met de techniek, dat ligt aan ons kiesstelsel. Dat maakt het mogelijk dat je met hele kleine fracties komt. Het is natuurlijk een maatschappelijk fenomeen. Ze kunnen de kiezer dwingen om nog maar op een paar partijen te stemmen. Of je kunt je kiesstelsel veranderen. Beide zijn nogal draconisch en drastisch. Kun je ook aan een andere knop draaien en de gemeenteraden meer ondersteuning geven? Is dat een oplossing? Of is het probleem niet zo groot dat je überhaupt aan een oplossing moet denken? Dat je denkt, dat lost zich vanzelf al op. De kiezer wel op een gegeven moment wel zien dat die raden met gefragmenteerde kleine fracties eigenlijk niet goed het werk kunnen doen. Dus, maatschappelijk fenomeen, hè, als in een klok of keert zich wel weer om en op een gegeven moment hebben we weer wat grotere fracties. Of zijn er andere oplossingen die voor te verzinnen? Of is het niet nodig? Is dat probleem? Wat zijn ze? Ja, ik denk dat je hier wel even ook heel eerlijk naar Den Haag moet kijken. Hè? Dat ik wel heel eerlijk moet vaststellen dat in de Tweede Kamer zitten ook niet meer die grote fracties die er. Hè? Dus dit speelt zelfs niet eens lokaal, zeg ik maar. Hè? Dit speelt, denk ik, door alle lijnen heen. Ik ben niet zo'n voorstander van drempels overal ingooien, omdat ik daar misschien veel te democratisch voor ben. Dus ik denk dat je hier mee moet dealen, maar dan moet je uiteindelijk afvragen of je niet naar andere raadsleden toe moet. Hè? Of hè, los van dat de ondersteuning denk ik ook beter kan. Maar ja, of je niet veel meer, nu is het heel erg deeltijd. Of je er bijna geen halve baan van zou. Hè? Als je echt wil dat een raad zichzelf nog serieus neemt. Maar hè, als je ook echt wil, want ik ben ook wel voorstander van dat raadsleden niet een soort mini-bestuurders worden. Want daar zou ik, ja, dat zou ik ook niet voor voelen. Hè? Dus dat het hun dagtaak is, daar ben ik niet zo fan van. Ik denk wel dat je over het systeem moet nadenken of je echt misschien wel deeltijd raadsleden. Want dit systeem gaat denk ik uiteindelijk, hier worden we allemaal niet heel erg gelukkig van. Ja, want dan tel daarbij op dat in heel veel gemeenteraden, raadsleden, er is dan een soort ondersteuning. Ja, die heten overal weer anders. Bedoel, wij zijn met 3 officiële raadsleden, maar we hebben 3 burgerleden, dus we zijn met 6. Maar ik moet zeggen, zelfs met 6 denk ik af en toe, als ik heel eerlijk ben. En gelukkig kan ik ze af en toe vertellen, dit is niet interessant, dan laat maar lekker lopen. Maar als je helemaal nieuw bent en denkt dat je niet alles kunt laten lopen. Ik zie nu collega's van mij die nu in de raad zijn, die af en toe echt tegen mij zeggen, moet ik je me uitleggen. Wat voor keuzes moet ik nou maken? Want ik loop vast. Ja, ik denk dat dat niet alleen maar is omdat we nieuwe raadsleden zijn. Ik denk gewoon dat er veel te veel op het bordje van de raad zit. Ik ben het eigenlijk helemaal met Manon eens. Ik ben ook niet zo'n voorstander van drempels. Lijkt me echt ook om een democratische reden. Ik denk dat juist een heel groot goed is in Nederland. Dat iedereen het idee heeft dat hij zich vertegenwoordigd kan voelen in een raad of in een parlement. En ook met jouw oplossingen, betere ondersteuning zeker. Ik zie ook nog een ander punt. We hebben daar tijdens het interview ook nog aandacht aan besteed. Dat is het verschil tussen lokale en landelijke politieke partijen. Dit probleem speelt in sterkere mate voor lokale partijen. Omdat zeg maar de grote partijen die ook landelijke partijen zijn,
hebben natuurlijk een veel groter kader waar ze ook op kunnen trekken. En je ziet bijvoorbeeld ook in de voorbereiding bij verkiezingen dat voor de traditionele landelijke partijen, die hebben de mogelijkheid en ook de financiën om hun raadsleden op te leiden. En dat zie je heel vaak bij lokale partijen, die hebben zo'n capaciteit van zo'n grote partij die achter hen staat, niet. Dus voor hen is het probleem nog groter. En ik heb niks tegen lokale partijen. Ik schets alleen het probleem dat voor hen het probleem nog pregnanter is dan voor de partijen die kunnen bouwen en die een beroep kunnen doen op een landelijk kader. Dank. Het programma is... Kijk, we lopen voor. We lopen voor het programma. Het is 2 minuten, maar toch. Is er nog iemand met een prangende vraag? Opmerking? Een dissidente opvatting? Ja. Ja, Paul Boerderwijk. Hebben jullie gerealiseerd dat dat idee van zorgen dat gemeenschappelijke regelingen hetzelfde territorium hebben, dat dat in de jaren 80 bestaan heeft? En dat dat toen een voorschrift was voor bundeling en integratie van gemeenschappelijke regelingen, dat dat heel veel gedoe gaf, want elke vakwethouder die had toch eigen voorkeuren met wie die wilde samenwerken. En uiteindelijk is daar door Tony van der Vonden voor het stekker uitgetrokken. Ja, dat is van voor mijn tijd, zeg ik heel eerlijk, dus ik geloof het. Wat denk ik, toen we het echt over de decentralisatie van het sociaal domein hadden, toen was de constatering dat het een labbedekentje was. Hè. Volgens mij is toen ook wel de discussie gevoerd, wil je dat openbreken en er weer allemaal dezelfde gebieden van maken. Daar speelde toen wel iets anders mee, zeg ik heel eerlijk, uit mijn hoofd. Volgens mij toen bleek als je dat doet, dat je gemeentes heel erg kosten zou jagen. Omdat de gemeentes weer geld kost, dat ze uit hun gemeenschappelijke rekening stappen. En toen is dus heel praktisch gezegd, laten we nou van die decentralisaties niet nog grotere operaties maken. En tegen gemeentes zeggen, ja weet u stapt maar even lekker uit al die regelingen. Ik denk dat alle gemeentes dan helemaal woedend waren geworden. Wat mijn punt alleen is, wat ik heel vaak zie gebeuren, is dan, zegt justitie weer, ja... voor deze taak moet het per se deze regio zijn. Ja, ik weet toen ik nog woordvoerder Binnenlandse Zaken was, dat ik een keer iemand van net onder Nijmegen aan mijn bureau had. Die zei, ja, wij zitten qua jeugdzorg in een soort regio waar we echt doodongelukkig van worden. We kunnen er helemaal niks mee. En dan denk je, ja jongens, het gaat toch uiteindelijk niet om... dat moet niet zo vast zijn dat we in de uitvoering, want daar gaat het toch over, we willen toch allemaal mensen helpen. Dat we in de uitvoering geen mensen kunnen helpen. Dus ik ben echt voorstander niet van een soort wethouder die maar een soort vrijheid, blijheid zegt. Dat je echt kijkt welke regio past nou logisch qua problematiek binnen een gebied bij elkaar. En dat is wat mij betreft, ja, sommige gebieden hebben misschien meer behoefte aan jeugdzorg. Ja, Maastricht is op een bepaalde manier hopeloos vergrijsd, dus daar is een heel andere behoefte. Dus deel dat dan wel wat dat betreft iets logischer in. Dat is meer het punt wat ik daarover wil maken. Nee, ik heb niet ik heb die ervaring niet, dus ik kan daar niet op. Maar op zich, het vraagstuk van wat is nou de meest optimale regio waar je mee samenwerkt, is een hele lastige. Zelfs, ik kom even terug op mijn ervaring met de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, gebied van vervoer. Als je kijkt naar het treinvervoer, een van de drukste lijnen is Den Haag-Leiden. Leiden zit niet in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Nou, dat is dus niet optimaal. Dus dat die zoektocht naar wat is nou die optimale territorium, is echt een hele lastige. Of goed. Dank. Ja, zag ik een vinger over het hoofd? Excuses. Nou, ik heb eigenlijk een wild plan, eigenlijk wat ik laatst niet meer hoorde, wat mij is bij jullie in de groep gehoord. Ik hoop niet dat het mijn ontslag betekent, maar dat weet ik niet.
die zei in het kader van de gemeenteraad, dat is eigenlijk heel merkwaardig, hè, dat deze gemeenteraad, voor mij gaat het nog met Al van de Rijn, 39 mensen, x aantal partijen. En ja, per partij wordt iemand toegewezen die zetel mag bezetten. Maar dan krijgen we dus het hele ingewikkelde dat bijvoorbeeld in het kader van eenmansfracties of kleine partijen naar het hele onderwerp op één man is afkomen. Dus dan gaan we eigenlijk niet van een systeem dat de partij per vergadering gewoon kan bekijken wie namens hen het woord voert. Zodat je al die verschillende onderwerpen die er zijn, dat je daar als partij heel veel mensen bij kan betrekken. 10, 20, 30, net wat je wil. Dat je gewoon per vergadering kijkt, nou, persoon eerst voert het woord. En als partij hebben we 1 stem of 3 stemmen afhankelijk van de fractiegrootte. Wat vindt u van zo'n idee? Ik moet er wel over denken hoor, ik heb geen antwoord, maar ik denk wel dat ik in de groep gooi. Nou, u weet, ambtenaren hebben ook vrijheid van meningsuiting. Wat is het, artikel 132 van de ambtenarenwet? Ja. Niet op personen, we hebben personen die in de raad zitten, maar we zitten op partijen in de raad. Die partij heeft ook net zoveel stemmen als zetels. Ja, ik vind hem heel creatief, hè? Een soort vernieuwende democratie. Ik vrees toch dat je er niet in moet vergissen dat als je dit zou doen, dat wordt een interessante fractievergadering, want ik denk dat diegene die daar naar binnen loopt een soort toch wel informatieachterstand heeft. Want het goede nieuws aan de meeste dossiers is dat ze wel een beetje in elkaar overlopen. Dus wat is de vrees van een fractievoorzitter? Dat wil ik ook graag over in de hand. Oh nee, helemaal niet. Kijk, ik ben van de stiel, ik heb allemaal heel veel nieuwe mensen in de fractie. En ik heb ook gezegd, jongens, deze ervaren rot, als jullie willen dat zijn kapt en draait, zal ze dat netjes doen. Maar van mij mag met alle plezier iemand anders de begroting doen. Niet omdat ik niet van begrotingen hou, maar omdat ik altijd zeg, politiek leer je door het te doen. Dus laat een nieuw lid ook maar eens een keer een begroting doen, want dat is in die zin het echte werk. Dus hier spreekt niet de vraag, maar ik denk dat het, hoe creatief ook, hè, ik zou liever hebben in die zin, in Maastricht hebben we 39 raadsleden, we hebben 40 stoelen in de raadzaal. En volgens mij was het Plasterk die het ook een keer zei in de Kamer. Wat zou er nou niets mee zijn om iedere vergadering, bij die 40ste stoel die eigenlijk toch niet bezet is, zet daar maar eens een gewoon iemand in. Gewoon, hè, selecteren maar. En ik zou heel graag willen dat in iedere raadsvergadering, bij ieder raadstuk, gewoon eens een keer iemand die dat leuk vindt, daar wat over zegt. Dat heb ik liever, omdat ik denk dat het, ja, hoe creatief ook is bedacht, ik denk dat als je echt, mensen mogen ook van ons verwachten dat we niet iedere keer iemand naar binnen halen die dan iets zegt, want eigenlijk, los van de partijpolitiek, heb je toch ook heel vaak je eigen mening. Ik zeg altijd, ik ben weer een hele andere fractievoorzitter dan mijn voorganger. Ik ben de PvdA toch ook een beetje met wat Manon maakt. Dus ik zou er niet zo voor zijn, maar ik zou er wel voor zijn dat af en toe gewoon eens mensen die verstand hebben van het onderwerp gewoon eens meedoen met een discussie in de raad. Want ik denk dat de discussie daar misschien af en toe wel eens een keer heel verrassend van wordt. En dat is heel goed voor politici, want niets is gevaarlijker dat politici ook een beetje toch wel heel erg gaan denken in een vaste kader. Dus ja, goed, maar ik zou het anders uitwerken. Tom, mag jij het laatste woord? Ja, ik vind heel leuk idee, maar ik zie ook wel wat problemen. Want kijk, uiteindelijk is het zo dat je in de politiek, of dat nou in de Tweede Kamer is, of in een provincie of in een gemeenteraad, je kunt ook niet de onderwerpen allemaal zomaar in hapklare brokjes knippen. Heel vaak hangen onderwerpen met elkaar samen. En benader je dat vanuit een algehele visie. En dan lijkt het me heel moeilijk voor dat individu wat dan een keer naar de raad komt, om dat grotere geheel in de gaten te houden als hij of zij alleen maar dat hele kleine stukje voor ogen heeft. Dus dat lijkt me echt een hele lastige klus om dat op te lossen. En dan, politiek gezien, is er dus ook geen verschil meer tussen de grootte van de partijen. In dit systeem zijn alle politieke partijen gelijkwaardig. Je hoeft dat niet meer, stel je wint 3 zetels, dan zit je niet meer met 3, maar kun je eindeloos die 3 vermenigvuldigen naar gewoon het onderwerp. Dat lijkt me een voor de politieke verhoudingen een hele lastige, tenzij je dat weer
gaat vertalen naar spreektijden en weet ik allemaal niet wat. Maar met name het eerste lijkt me echt een moeilijk probleem. Dank. Ik vind het wel een leuke discussie worden. Ik zou ook denken van, we zouden eens moeten kijken of dat in de wereld ergens zo gebeurt. Anders dan in de Bundesraad in Duitsland of de Raad van Ministers, waar het natuurlijk in feite gebeurt. Maar dat is toch een ander gremium. Of dat in de wereld ergens gebeurt. In Eerste en Tweede Kamer gebeurt het regelmatig. Want woordvoerder zegt, ik spreek ook namens die en die partij. Ja, dat is wat dan. Dat is een kans. Nou ja, je kunt daar variaties. Zeker. Dat zouden kleine facties kunnen doen in de gemeente. Dat is wel echt niet. Dus dit is voor, maar ik denk dat het goed is om op te houden nu het gewoon heel leuk gaat worden. Want ik denk dat het zo leuk is. Jammer dat het ophoudt. Nou, kijk, die houden we in. En dan kunnen we bij de borrel voortzetten. En ik heb nog een leuke verplichting, maar het is helemaal geen verplichting, maar iets leuks te doen. Namelijk het boek nog aan te bieden aan de heer Pagges van Binnenlandse Zaken. Ja, misschien, dat weet ik, dus natuurlijk mooi op de eerste rij. Maar nu heb ik een boek nodig, anders kan ik het niet. Mag ik deze krijgen? Of was het speciaal met een papiertje? Nee, deze. Nou, dan deze. Die is ook al open. Ik leg even de microfoon weg, dan kan ik toch wel staan. Heel veel dank dat we hier mochten zijn. En voor de aanwezigheid en de deelname en discussie. Dit is het boekje geworden. Ik weet niet of u weet welke gemeenteraad het is. Het is een willekeurig gemeenteraad waar de mooiste foto van het stond. Maar het is ook een notitie geworden. Ik hoop dat u nog wat aan heeft. Dat is misschien zo. Dank u wel. Ja, een paar woorden van mijn kant bij deze aanbieding. Eerst dank voor de bundel, maar ook dank voor de mooie discussie. Dat inspireert en motiveert. Ik denk ook dat felicitaties op zijn plaats zijn. Want ik heb hem ook al even kunnen lezen van het weekend, zeg ik maar even stiekem. En het is inderdaad een toegankelijk en heel leesbaar boekje. Boek moet ik eigenlijk zeggen, een boekje klinkt natuurlijk niet goed. Misschien een paar dingen die mij zijn opgevallen in het boek. Ten eerste het empirisch gehalte. Wat ik heel leuk vond om te lezen waren de eerste twee hoofdstukken die ook heel echt een empirisch gemaakt zijn. Dus over de duur van de formatie en over de positie van lokale politieke partijen. En ook dat laatste punt vooral, dat sluit ook heel goed aan bij de kennisbehoefte van het departement, waar nu juist, wij hebben dat natuurlijk ook geconstateerd naar aanleiding van de laatste gemeenteraadsverkiezingen, toch ook wel een zekere kennisachterstand hebben ten aanzien van hoe zitten de lokale politieke partijen eigenlijk in elkaar. Wat speelt daar, wat is de dynamiek? Dus dit zo'n soort hoofdstuk helpt alweer bij het inhalen van die kennisachterstand. Dus dat hebben we met heel veel plezier gelezen. Het tweede punt is eigenlijk, het lezen niet alleen als een wetenschappelijk werk, of als een empirisch gefundeerd werk, maar het leest ook een beetje als een pamflet. En het kwam ook wel heel goed, denk ik, in uw bijdrage ter sprake. Een kernbegrip is zorg voor democratie, of zorg voor lokale democratie. En eigenlijk zat ik daarover na te denken, het kan je eigenlijk op twee manieren duiden. Eigenlijk als een soort oproep, een aansporing, een aanmoediging. Zorg goed voor de lokale democratie. En dat is iets natuurlijk waar wij van zijn, dus dat is heel mooi. Maar dan gaan we aan de andere kant gewoon zorg. Zorg over hoe het gaat. Dus een andere betekenis van bijvoorbeeld zorg. En dat is denk ik ook terecht. Dat is ook al gezegd. Dat heeft te maken met inhoudelijke opgaven die er liggen, die worden gestapeld. En natuurlijk ook met allerlei dynamiek binnen de gemeente en de positie van de gemeenteraad in het bijzonder. Het derde punt is eigenlijk dat het ook heel erg mooi de hele breedte bestrijkt van de hele BZK bestuurlijke en democratie agenda. Dus het sluit mooi aan, want dat is eigenlijk wel geruststellend. Want als er opeens iets in zou staan waarvan wij zouden denken, hé, dat is helemaal nieuw voor ons, hè, dan hebben we natuurlijk een probleem. Dus wij vinden het heel fijn dat het zo mooi aansluit, maar meer inhoudelijk geduid. Dus als het gaat over dat vraagstuk van verbinding tussen kiezer gekozenen of inwoner en bestuurder. En dan staan er ook nog hele rijke hoofdstukken in over participatie, de problemen die dat met zich meebrengt. Nou, we hebben het ook gehad ook in de reflectie. En dat zijn echt serieuze aandachtspunten waar wij natuurlijk als departement ook over nadenken van hoe kan je dat op een goede manier vormgeven. Wat is dan inderdaad ook de positie van de representatieve democratie? En hoe zorg je dat die niet wordt uitgerold of ondermijnd? Want dat is natuurlijk een heel belangrijk vraagstuk. Nou, het tweede rode draad die daar ook echt in zit, misschien wel minder expliciet tot ter sprake komt, is alles wat samen met politieke ambtsdragers. Want al die veranderingen stellen natuurlijk hele hoge eisen
aan de mensen. Dus niet alleen de systemen, of de processen, of de procedures. Maar juist de mensen die actief zijn in het openbaar bestuur en in de politiek. En het is ook interessant om vanuit dat perspectief dit boek nog te lezen. En het derde punt is denk ik de weerbare instituties. Dat gaat natuurlijk over een stevige raad. Hoe kom je tot een stevige raad? Daar had het ook bij. Dus kortom, werk aan de winkel. Motiveert en stimuleert tot het mooi werk. En ook aan de hand van de verschillende inhoudelijke vragen en opmerkingen die jij gemaakt, gaan wij daar graag verder mee aan de slag. Dus nogmaals, dank voor het mooie boek. Dank u wel. Ja, dan ben ik nog Luc Verheij, maar die is al weg, maar dat zal ik nog wel overbrengen. En Ron Fok en Tom de Ruit danken voor hun aanwezigheid hier. U uiteraard voor de gastvrijheid en het in een boek willen ontvangen. En dan zo aardig over spreken. We hebben het plezier gemaakt en we maken graag weer vervolgdeeltjes. Deel 12 staat ook al op de rails. En dat zal gaan, dat zal niet verbazen over de aanstaande verkiezingen voor het Europese parlement. Ja, slaan we even over, want dat is een beetje te druk voor ons. Dank voor de komst. Laten we een biertje drinken en verder praten over het onderwerp. Dank u wel.